Collectebussen, die zijn er genoeg. Maar collectanten, die zoekt Mike nog. Ik wil heel graag een oproep doen. Strijk de hand eens over je hart heen. Kijk eens naar deze actie. Deze man die heeft zoveel te verliezen. En dit is eigenlijk maar een paar uurtjes inzet. En je kunt hem er zo verschrikkelijk mee helpen. Eli verblijft nu in een revalidatiecentrum in Enschede. Hij heeft een incomplete dwarslesie vanaf zijn nek. Hij kan eigenlijk alleen zijn armen bewegen. Hij heeft één grote wens. In zijn eigen woning blijven wonen. Want dat is vertrouwd. Zijn omgeving, zijn familie, zijn vrienden. Alles woont daar in de buurt. En dat is gewoon zijn hartewens. Maar om dat mogelijk te maken zal hun huis eerst verbouwd moeten worden. Rustig. Je kunt douchen. Naar de wc gaan. Dat zijn eigenlijk de basisbehoeften die je moet realiseren in het huis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wilde vragen of u ook wat over heeft voor de actie van Eli. Mike heeft allerlei plannen bedacht, waaronder het collecteren om geld in te zamelen. Zo heeft hij nog een lijntje uitstaan bij allerlei motorclubs en is er een kerststerrenactie. In totaal is er tussen de 30 en de 40.000 euro nodig om de aanpassingen in het huis te realiseren. Je bent super, hartstikke bedankt man. Succes. Hele fijne dag. Goed zo, groeten. Hoi. Het is heel simpel, als we hier per hoofd van de bevolking allemaal 1 euro zouden dokken. Dan is het niet zo moeilijk, dan zijn we er gewoon. Ik heb wel eens gezegd met de gekheid, we eten allemaal pepernoten, we hebben allemaal een rollade op tafel en we hebben allemaal een vuurpijl die we de lucht in schieten. Doen we er nou eens 1 stukje minder of een plakje minder, is dit probleem opgelost. Dan maak je mensen zo immens gelukkig mee en dan niet even voor een moment, maar voor jaren. En dat is het mooie. Eli en zijn vrouw Rut zijn helemaal beduusd door de hulpactie en hebben eigenlijk geen woorden voor de hartverwarmende actie van Mike. Vooral in deze tijd denk je, nou, we moeten gewoon de boontjes zelf, het komt goed, weet je wel. En dan is het gewoon heel mooi als iemand komt en die zegt, kom, ik ga voor jullie op de bres staan, zeg maar. Dan raak je stil.